Sherida Zaalman-Berggraaf heeft vandaag haar afstudeerscriptie van de masteropleiding Education in Teachers Training met succes gepresenteerd en verdedigd. De presentatie vond plaats in het IGSR-gebouw. De titel van haar thesis is Pre-inductie van beginnende lerarenopleiders. Als inspecteur van onderwijs en docent aan het IUL heeft Zaalman-Berggraaf opgemerkt dat studenten van lerarenopleidingen die in hun eindfase zitten, niet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken om het werk adequaat te doen. Voor haar thesis heeft ze onderzoek gedaan naar dit vraagstuk. Er is gesproken met het veld, met directeur, met studenten, met alumni. En wat eruit is komen rollen is weinig informatie over de onderwijsvernieuwing op de pedagogische instituten, de nieuwe leerkracht. Onvoldoende kennis en vaardigheden bij de beginnende lerarenopleiders voor het uitoefenen van het beroep. En dan denken we aan de stage en dan denken we aan het reflecteren op die stage, op jezelf. Ik ga even terug, de stage op de lerarenopleiding, daar heb je dus het minimale, dat zijn 9 lessen die je geeft. Dus u houdt vast, 9 lessen verder voor de studenten van de middelbare school, 9 lessen verder staan zij daar voor de klas op een pedagogisch instituut om op te leiden staatbekwame, competente leerkrachten. 9 lessen verder, minimaal. Zaalman-Berggraaf zei verder dat lerarenopleider worden niet binnen een wip en een zucht gebeurt. Ze benadrukt dat dit een proces is. Lerarenopleider word je in eerste instantie bij aanstelling. Maar de identiteit van die lerarenopleider, die verwerf je in de tijd. Vandaar dat ook aangegeven wordt door Kessels dat de inductieperiode, die duurt zeker 3 tot 5 jaren, 1 van 3 tot 5 jaren na het afstuderen, nadat de inductie is begonnen. Maar om die omslag te kunnen plegen, zegt Carol Dweck in ons boek Alexander, u allen bekend, zegt zij, daar is een positieve mindset voor nodig. Die omslag moet er komen. En dat was Sherida Zaalman-Berggraaf tijdens de presentatie van haar thesis. Ze is vandaag afgestudeerd aan de masteropleiding Education in Teachers Training.